Er zitten in Turkije sinds de coup van vorig jaar zitten er meer dan 120 journalisten vast. Er zijn 160 mediabedrijven, kranten, online outlets zijn gesloten. En ja, wij vragen hier aandacht voor vandaag en wij pleiten voor het vrijlaten van al die journalisten die vastzitten. Nou, Amnesty vraagt wereldwijd aandacht voor dit probleem. De situatie in Turkije is echt schrikbarend. Dus wij vragen vandaag aandacht, we doen dat via de lobby. We spreken de Nederlandse regering aan. Spreken een aantal andere Europese landen aan. Dus er zijn heel veel manieren waarop we dat doen. En vandaag doen we dat met deze demonstratie. Maar hoe effectief kun je zijn? Nou ja, ik denk niet dat als Erdogan morgen wakker wordt en hij ziet dat wij hier voor het consulaat stonden, dat hij denkt, ik zat er helemaal naast, ik laat iedereen vrij. Maar wat wel kan helpen is dat alle publieke druk, alle internationale druk die er is, daar helpen dit soort dingen wel heel erg bij. Dus het is een combinatie van factoren. En het is ook heel belangrijk dat bijvoorbeeld Nederland, andere landen in Europa zich ook uitspreken voor die persvrijheid. We moeten dat blijven herhalen, want die mensen mogen niet zomaar vastzitten. Zijn jullie nog gaan praten met het consulaat voordat jullie hier plaatsnamen? Nou, we hebben wel contact met het consulaat, ook contact met de ambassade in Den Haag. Dus daar spreken we zeker wel mee. Alleen, ik denk dat ze niet heel erg openstaan voor onze boodschap op dit moment. Want het wil wel eens vervelend worden soms, hè, als je demonstreert tegen Erdogan. Ja, nee, kijk, wij staan hier, we hebben een probleem met de Turkse autoriteiten. We hebben geen probleem met de Turkse bevolking. We hebben geen probleem met de mensen die hier staan om bijvoorbeeld hun paspoort op te halen bij het consulaat. Ons probleem is met de huidige Turkse regering, niet met de Turkse bevolking.